Net zoals vele voorgangers wilde de Romeinse keizer Nero een kanaal door de landengte van Corinthe laten aanleggen, zodat er een kortere vaarroute zou komen tussen het vasteland van Centraal-Griekenland en de Peloponnesus. Nero voegde de daad bij het woord en hield in vol keizerlijk ornaat, begeleid door zijn lijfwachten, een toespraak. Na een horensignaal hakte hij met een houweel wat aarde los en droeg dit in een mand op zijn schouders weg. Een idioot plan van een megalomane keizer? Misschien. Maar één jaar later, in het jaar 68, net voordat Nero stierf, had een groot aantal krijgsgevangenen een kilometer lange schacht aan beide kanten van de zeven kilometer brede landengte uitgegraven. Hierna lag het werk stil. Het zou tot 1882 duren voordat het kanaal af was.